Iedereen die wel eens op een schietbaan is geweest, weet dat je de huls van een net afgevuurde kogel niet kunt beetpakken omdat die gloeiend heet is. Zo schreef een deskundige naar aanleiding van onze reportage over de moord op John F. Kennedy en het relaas van de man die beweert dat hij het fatale schot heeft gelost. En met je tanden een deuk in een huls bijten is helemaal onmogelijk, zo verklaarde een andere expert. En dus geloofde zij het hele verhaal van die schutter niet. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en niet klakkeloos afgaat op wat zogenaamde experts zeggen, maar altijd zelf de proef op de som neemt. En dus komen we vanavond met een vervolg op onze avondvullende JFK-uitzending. Ben ik zelf op de schietbaan met dit vuurwapen, een Remington Fireball, heb gecontroleerd of het verhaal van Kennedy-moordenaar James Files wel mogelijk is. En dat leidt tot interessante bevindingen. Straks meer daarover, want we beginnen deze laatste aflevering van het seizoen niet op het Amerikaanse Dealey Plaza in Dallas, maar in het Arnhemse Spijkerkwartier in Holland. Daar probeerden wij in oktober 2004 met een verborgen camera het gewelddadige stalkingsgedrag van ene Mike vast te leggen, die het leven van zijn vriendin Manuela tot een hel maakte en haar bedreigde en mishandelde. Een week lang volgden wij alle gebeurtenissen op de voet, maar het leek alsof Mike onraad rook en zich opeens behoorlijk koest hield. En dus verdwenen de opnamen in het archief. Actie mislukt. Alhoewel, dat weet je nooit helemaal zeker, want eind vorig jaar zorgde een dramatische gebeurtenis ervoor dat we de beelden weer ijlings uit de kast haalden. Het is 12 september 2002 als de 33-jarige Manuela uit Arnhem in een kroeg in haar woonplaats een man ontmoet. Het is de 41-jarige Mike van Holland, eigenaar van een goed lopend taxibedrijf. Kort voor een ontmoeting is Manuela's vader overleden en in haar nieuwe vriend vindt ze een schouder om op uit te huilen. Manuela en Mike worden verliefd op elkaar en er ontstaat een relatie. Maar na een half jaar slaat de sfeer binnen de relatie om. Mike is jaloers en bezitterig en houdt zijn vriendin constant in de gaten. Hoewel Manuela zich steeds meer verstikt door hem voelt, gaat ze niet bij hem weg. Totdat er op 13 augustus 2004 iets ernstigs gebeurt. Ik hoef niet dat ik een stap in die auto heb. Na de zoveelste ruzie stappen ze samen in de auto en achtervolgt Mike woedend een concurrerende taxichauffeur. De dollemansrit eindigt tegen een boom en Manuela raakt gewond. Ze moet in het ziekenhuis worden behandeld en krijgt maar liefst 37 hechtingen in haar gezicht. Mike van Holland belandt in de cel op verdenking van poging tot doodslag. Als hij 3 dagen later in afwachting van zijn rechtszaak vrijkomt, wil Manuela niets meer van hem weten. Ze logeert dan bij haar moeder om tot rust te komen. Maar daar komt weinig van terecht. Mike wil niet accepteren dat Manuela de relatie beëindigt.
Hij stuurt er bloemen, fruitmanden en staat diverse malen op de stoep. Maar Manuela gaat niet op zijn smeekbedes in. Als Manuela uiteindelijk naar haar eigen huis in Arnhem terugkeert, wordt Mike's gedrag alsmaar dreigender. Hij belt haar aan de lopende band op en laat de ene naar de andere boodschap achter op haar voicemail. De teksten liegen er niet om. 6 planken. Het stopt nooit. Denk goed, meisje. Ik brand jou zo af zoals je het mij gedaan hebt. Jij hebt overal van genoten. Je hebt alles gewild. Het stopt niet. En ik vind je overal. Het stopt niet. Ja? Verhuis. Ga weg en laat mij met rust. Het stopt nooit. Nooit! Volgend opgeslagen bericht. Ik haal je. Jij regelt het met mij. Dan ben ik klaar. Ja? Doe dat niet. Niemand kan je beschermen. Geen politie, geen dingen eromheen. Ik ben altijd voor jou correct geweest. Doe dat niet. Doe dat niet, meisje. Heb jij gewoon een probleem. Ja? Aan jouw kant. En niemand helpt je. Niemand. Ik neem er vrij voor. Dag en nacht. 7 dagen in de week. Dat kun jij niet betalen. Volgend opgeslagen bericht. Je laat je neuken in handen. Dan gaan we dan lekker betalen voor je. Ja? Maar wij zijn niet klaar, Manuela. Ja? Het stopt nooit. Nooit. Met een gat in je hoofd straks. Kijk, maakt mij niet uit. Ook stuurt hij haar dreigende sms'jes. Ik weet 24 uur per dag waar je zit, wat je doet en met wie. Totale confrontatie. Ik ben er klaar voor. Ik heb gezegd, ik laat je nooit meer gaan of ik schiet je dood. Je moet mij kapot schieten, anders kom jij nooit van me af. Op 4 oktober 2004 doet Manuela van deze bedreigingen aangifte bij de politie. Ze verklaart, ik voel mij hierdoor bedreigd omdat ik bang ben dat hij me echt wat aan zal doen. Ik word helemaal gek van hem. Hij achtervolgt mij de hele dag. Ik durf niet meer over straat. Ik ben echt heel erg angstig geworden. Maar de politie kan daar blijkbaar niet zoveel mee. En dat terwijl de angst van Manuela voor fysiek geweld van haar ex niet ongegrond is. Zo wordt 3 dagen later duidelijk. Manuela loopt Mike van Holland dan bij toeval in een café aan de Arnhemse Korenmarkt tegen het lijf. Hij grijpt haar bij de keel en duwt haar tegen de muur. Het barpersoneel moet haar ontzetten. Ook van dit voorval doet ze aangifte bij de politie. Manuela verklaart, nogmaals, ik voel me bedreigd en ben bang voor Michael, zoals ze Mike in de aangifte noemt. Dit mede doordat Michael ook in het bezit is van een vuurwapen. Ik wil graag dat dit stopt en dat ik mijn eigen leven kan leiden zonder dat ik mij onveilig hoef te voelen. Maar de politie komt ook nu niet in actie. 2,5 week later is het opnieuw raak. Weer wordt Manuela door Mike van Holland bedreigd. En weer stapt ze naar het bureau om aangifte te doen. We geven Manuela dit keer een zendertje mee om het gesprek op te nemen.
wat gaat de politie met deze zoveelste aangifte doen? Nou, vertel eens, want ik moet even beginnen. Ik doe aangifte van bedreiging met... Dat is dood. Na de zoveelste bedreiging door haar ex-vriend Mike van Holland... stapt Manuela opnieuw naar het politiebureau om aangifte te doen. Om zelf te kunnen horen of de politie in actie komt... geven we Manuela opnameapparatuur mee. Nou, vertel eens, want ik moet even beginnen. Ik doe aangifte van bedreiging met... Dat is dood. Dan krijg je bij mij bestond de overtuiging... dat de verdachte zijn bedreiging werkelijk zijn uitvoer zou leggen. Ja. Denk je? Ben je er bang voor? Ja, daar ben ik bang voor. Nou, vertel maar even wat er gebeurd is. Nou, ik wilde eigenlijk vandaag aangifte komen doen van naar aanleiding van gisteravond. Ik heb gisteravond dus weer een confrontatie gehad met Mike van Holland. Is dat en, Mike van Holland? Ja. En dat was op de Rijnkade in Roosjes. Die heeft hij aangeraakt? Ja, en of hij me aangeraakt heeft. Keihard geknepen, me achteraan geduwd, met de kop tegen de muur aanslagen. Zeker wel. Hé, hey, maar wat schreeuwde die en zei die? Want dat zeggen we eigenlijk niet, maar dat is hier ja, wel... Ja, hij heeft er veel geschreeuwd. Ik weet het bijna niet meer. Wat zei hij allemaal? Ja, ik maak je kapot en ik laat je nooit meer gaan. En ik heb je toch gezegd vanaf dag 1, je bent en blijft van mij. En zelfs tijdens het gesprek met de politie blijft Mike haar lastigvallen. Manuela ontvangt een sms'je van hem... waarin wederom duidelijk wordt dat hij haar nooit met rust zal laten. En zij attendeert de agent hierop. Dat is een leuk bericht van hem. Nooit, nooit, nooit. Het stopt nooit. Wie of wat je ook... Wie ook, het stopt nooit. 90 dagen. Ik kom terug. Laat het je. Wint nooit. Praat met mij of ga weg. Want we hadden het vermoeden dat hij 90 dagen moet gaan zitten. Nou, dat is leuk. Wat wordt hier nou allemaal mee gedaan? Nou, al de zoveelste. Ja, precies. Deze aangifte gaat naar justitie, hè? Ja. En als we dan vinden van... want dit gebeurt nu al zo lang... dan wordt het echt stalking. En stalking, dat komt voor de rechtbank. Dus ze gaan er echt wel mee aan de gang. Maar dat lijkt een loze belofte, want Manuela hoort nooit meer iets van politie of justitie. En haar stalker kan zich gewoon vrij uit blijven bewegen. En dat terwijl hij toch niet de eerste de beste is. Zo ontdekken we als wij ons in Mike's achtergronden verdiepen. Daarbij ontstaat al snel het beeld van een man die in zijn woonplaats een zeer twijfelachtige reputatie geniet. Volgens bekenden van hem die wij spreken... zou hij snuiven, excessieve hoeveelheden drank gebruiken... en bekend staan om zijn losse handjes. Mike van Holland is ook geen onbekende van de politie. Zo leren we als wij zijn antecedenten nagaan. Hij is diverse malen met hen in aanraking geweest. Onder meer voor bedreiging, mishandeling, verlaten van plaats ongeval... rijden met een rijontzegging, oplichting, verduistering... het doen van valse aangifte... poging tot doodslag, rijden onder invloed. En stalking. Mike blijkt niet alleen Manuela, maar ook een ex-vriendin te hebben gestalkt. Als we haar benaderen, herkent zij zich direct in Manuela's verhaal. Ze verklaart, de angsten die Manuela heeft gehad herken ik wel. Op een gegeven moment stond Mike echt iedere dag voor de deur... en kon ik niet meer van hem afkomen. Het was zo erg dat hij de deur van mijn appartement intrapte... en alle spullen vernielde. Ik maak je hartstikke dood, zei hij dan. En see you in next life. Op een gegeven moment werd het zelfs zo erg dat ik dacht... ik moet nu weg uit Arnhem. Stalking komt regelmatig voor... maar slechts zelden kunnen politie en justitie er met succes tegen optreden. Het harde bewijs is vaak niet voorhanden... waardoor er pas actie kan worden ondernomen als het kwaad al is geschied. We willen een poging doen het bewijs in deze zaak wel op voorhand te leveren... door het intimiderende en agressieve gedrag van Mike van Holland op beeld vast te leggen... en installeren een groot aantal verborgen camera's in en bij Manuela's woning.
Een aantal van onze medewerkers blijft dag en nacht onopvallend bij haar in de buurt. Mocht de zaak onverhoopt uit de hand lopen, dan kan er snel alarm worden geslagen. Al snel weten we Mike bij haar woning vast te leggen. Hier gooit de Arnhemmer een brief bij Manuela in de bus. De inhoud bestaat uit een onsamenhangende spijtbetuiging, waarin Mike onder andere belooft haar met rust te zullen laten. Lieve Manuela, spijt me, laat je met rust. Ik ben niet goed, vooral als zondag en maandag. Ik drink veel en veel te veel. Het spijt me. Maar Mike blijkt moeilijk woord te kunnen houden, want niet lang daarna duikt hij alweer op bij haar huis. Hier loopt hij midden in de nacht bij Manuela door de straat en hangt hij rond bij haar auto. In de dagen erna manifesteert Mike zich echter niet meer binnen haar directe woonomgeving. We volgen Manuela ook als ze de stad ingaat en dat leidt dan tot een ontmoeting op de Arnhemse Korenmarkt. Ik ben helemaal vrij in Nederland. Ik ben bij de rechtbank geweest. Ik heb alleen mijn probleem met mijn rijbewijs. En ik heb gewoon een zwaar drankprobleem. En dan moet je zorgen dat je er vanaf komt. Ik wil je alleen maar vragen dat je over een paar weken weer mijn boekhouding in orde maakt. Ik geef je de sleutel, ik ben er niet. Ik laat het los. Ja, maar dan moet je ook echt eraan houden, Mike. Ik wil geen trammelam meer, ik wil geen gezeik meer. Ik wil me normaal voort kunnen bewegen. Ja, zonder angst en zonder achterom hoeven te kijken dat ik vandaag of morgen een kogel door mijn kop krijg. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Ik stond gisteren weer aan de krant, hè, en dat wil ik niet. Weet je wat ik vandaag... Nee, je ik wil heb... dat wel. Nee. Je nee, wil dat wel nee, iedere wil... keer, Mike. Nee. Je moet er nou eens mee ophouden. Ik doe het niet, Manuel. Ik wil dat je goed met je gaat. Ik wil dat je je werk hebt. Daarom, ik laat het los. Ik ga nu mijn eigen dingen weer doen. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik vertrouw nou op jou, op jouw woorden. Maar ook deze belofte houdt niet lang stand. Ophouden, hè? Je houdt op. Ik hou van je, maar het stopt nooit. Begin je weer? Je begint nou weer. Dat ik van je hou. Mike's taalgebruik is weliswaar dreigend, maar op fysiek geweld kunnen we hem niet betrappen. De door ons verzamelde beelden vormen onvoldoende bewijs dat Mike van Holland zich daadwerkelijk aan fysiek geweld schuldig maakt. Na een kleine week met drie medewerkers onafgebroken in de omgeving van Manuela te hebben gebivakkeerd, sluiten we onze actie af. De door ons gemaakte opnames belanden in het archief en Manuela pakt haar leven weer op. Maar niet op de manier die je zou verwachten. Nauwelijks twee dagen nadat wij onze verborgen camera's hebben ingepakt, spreekt ze tot onze verbijstering alweer met Mike af. Zonder ons zelfs maar te informeren, ontmoet ze hem in het Bilderberg Hotel in Velp. Ze drinken wat in de bar, waarna Manuela vrijwillig met Mike naar een kamer gaat. Eenmaal aangekomen op de hotelkamer loopt het wel uit de hand. Er vindt een schermutseling plaats waarbij Manuela door Mike tot seks zou zijn gedwongen. Manuela weet de badkamer in te vluchten en belt met haar telefoon om hulp. Als de politie enige tijd later in het hotel arriveert, wordt Mike van Holland aangehouden en meegenomen naar het bureau. Politie! Rust!
Manuela doet opnieuw aangifte, maar Mike staat toch weer snel op straat. In de maanden die volgen blijven Manuela en Mike met elkaar afspreken. De relatie lijkt dan in rustige vaarwater te zijn gekomen. Lijkt, want haar stalker vervalt toch weer in zijn oude patroon. Volgens Manuela wordt vanaf dat moment iedere stap die ze zet door Mike gecontroleerd. Ook zou hij haar proberen vet te mesten, zodat niemand haar meer aantrekkelijk vindt, en tot seks dwingen door te slaan en een pistool op haar kussen te leggen. Zo schrijft ze ons in een brief. De spanningen in de relatie leiden op de avond van 25 augustus 2005 tot een tragische ontknoping. Volgens Manuela is er die dag het volgende gebeurd. Na afloop van een bezoek aan zijn boekhouder wil Mike een Arnhemse kroeg in. Hij is opgefokt en heeft ontspanning nodig. We zijn verder gedoe, gaan we lekker weg. Manuela gaat in de tussentijd boodschappen doen. En als ze Mike daarna opzoekt, heeft hij een sneltreinvaart doorgedronken. Stoort zich aan zijn luidruchtige gedrag, maar bestelt toch een wijntje en gaat bij hem aan de bar zitten. Mike wordt alsmaar vervelender en uiteindelijk weet Manuela hem te overtuigen naar huis te gaan. Hij woont inmiddels net over de Duitse grens in het dorpje Elten. Wat gezellig maken, kom maar. Daar aangekomen gaat Manuela meteen naar bed. Mike loopt ook de slaapkamer in en dwingt haar tot seks. Manuela weigert, waarop Mike in razernij ontsteekt. Hij tilt het bed op en laat het met een klap vallen. Daarop drukt Mike haar tegen de muur en probeert haar te wurgen. Manuela rent naar de keuken en probeert haar telefoon te pakken, maar die is weg. Volgens haar schreef Mike het volgende. Ik breek je telefoon door, zodat je niemand meer kan bereiken en je voor altijd mijn bezit bent. Nu heb ik eindelijk mijn zin. Je bent van mij, je komt hier nooit meer weg. Hij grijpt haar beet, schudt haar heel hard door elkaar en dreigt haar te vermoorden, aldus Manuela. Manuela weet achter haar rug een vleesmes te pakken en haalt uit. Ze raakt haar belager met één steek die hem recht in het hart treft. Mike van Holland zakt in elkaar en sterft ter plekke. Manuela belt erop een bevriende taxichauffeur die niet veel later samen met een collega in de woning arriveert. De taxichauffeurs alarmeren de politie die haar aanhoudt op verdenking van doodslag en meeneemt naar het bureau. Manuela wacht in de gevangenis op haar voorgeleiding bij de Duitse rechtbank Kleve. Peter sprak haar telefonisch aan de vooravond van het proces. Peter verbaast zich erover dat Manuela over haar relatie met Mike van Holland klaagt, maar toch met hem bleef afspreken en vraagt haar hoe dit komt. Wat trok jou dan aan in hem? Misschien toch een beetje de spanning. Want, Het is eigenlijk heel tegenstrijdig, moet ik zeggen. Ik bedoel, de ene kant had ik zoiets van, ik haat hem. Maar van de andere kant had ik ook zoiets van, ja, hij trok me aan. Ja. Want hij had ook hele lieve kanten, maar alleen die boze kanten, die overheersten altijd. Ja. En werd dat steeds erger in afloop van tijd? Ja, dat werd steeds erger. En hoe merkte je dat? Was daar een oorzaak voor aan te geven? Zijn jaloezie, als we dan ergens heen gingen.
dat hij altijd heel erg bezitterig was en heel erg jaloers was. En dat ik dan altijd maar moest doen wat hij zei. Mm-hmm. Ja, en deed ik dat niet, dan werd hij boos en dan begon hij heel erg te schelden of te slaan. Waarom ben je op een gegeven moment dan niet gewoon bij hem weggegaan en gezegd van Jos, zoek jij het lekker uit? En, heb ik ook gedaan. Dat is dan vorig jaar in augustus geweest, omdat we samen het auto-ongeluk hebben gehad. Mm-hmm. En toen was voor mij echt de druppel van, nou, ik kan niet meer, ik ben helemaal op, ik wil mijn eigen leven. Ja. Ja. Wij zijn ruim een jaar geleden ook bij deze zaak betrokken geraakt. Ja. We hebben jou toen een poosje gevolgd met verborgen camera's om vast te leggen wat hij allemaal deed. Ja. Wat ons toen opviel was dat jij wel steeds zei dat je van hem af wilde en dat je ook heel erg veel last van hem had, maar dat je je daar niet helemaal naar gedroeg. Ja. Wij kregen toch wel een beetje de indruk, en anderen hadden dat ook, dat je toch wel op zijn aandacht zat te wachten. Ja, ja. Ja, en waardoor dat nou komt, dat vind ik zo, ja. Maar beaam je dat zo is? Momenten misschien wel, ja. Momenten, ja. En hoe dat nou komt, daar kan ik zelf zo moeilijk antwoord op geven. Misschien toch, ja, een stukje aandacht. Wat ik misschien toch dan zelf weer gemist zal hebben. Ja, want enkele dagen nadat wij dus weg waren gegaan met onze verborgen camera, heb je doodleuk weer alleen een afspraak met hem gemaakt in een hotel. Ja. En toen hadden wij zoiets, ja, maar dat doe je toch niet als je bang bent voor die vent, als je van hem af wil. Wij konden dat toen niet goed begrijpen. Nee, niet goed plaatsen. Nee, maar dat was altijd weer de machtspositie die hij had. Ik bedoel, andere mensen hadden dat ook, zoals mijn familie of mijn bekende vriendinnen. Die hadden dat ook. Die zeiden allemaal, we willen niks met hem te maken hebben. En als hij ergens binnenkwam, praatte iedereen met hem. En dat was altijd zijn machtspositie. Hij wist dat. Hij had zo'n overwicht op mensen, maar wat heel beangstigend was. Waardoor je toch weer eigenlijk door de knieën ging. Dat je dacht van, laat ik me even aardig doen tegen hem. Want doe ik niet aardig tegen hem, dan begint hij weer. Ja. Ja. Kijk, hij terroriseerde jou, maar er is nu natuurlijk toch wel iets verschrikkelijks gebeurd. Hè? Ja. Heb je nou zelf niet het gevoel van, ja, dit had eigenlijk allemaal voorkomen kunnen worden als ik gewoon bij hem was weggegaan en weg was gebleven vooral? Ja, maar dat was juist zo moeilijk. Ik wilde het wel en ik kon het niet. Ik kon het op de een of andere manier niet. Iedere keer als hij niet in mijn buurt was, dan zei ik van ja, ik wil er vanaf, ik kan er vanaf. En als hij weer voor me stond, dan gebeurde er weer wat. Een knop of zo in mijn kop omging, waardoor ik weer dacht weer medelijden met hem had. Of dat ik weer dacht van, ja, ik weet niet, hij heeft me in de tang en ik kom er niet vanaf zonder hulp. Het lukt me niet. Nee. Maar wat doet het met je dat hij nu dood is en dat jij dat gedaan hebt? Ja, verschrikkelijk, maar van de andere kant, het geeft me wel een stukje rust. Hij is weg. Ik heb die angst niet meer. Ik heb geen angst meer. Ik bedoel, ik kon maandenlang kon ik ook niet slapen. Ik bedoel, ik slaap hier als een blok. Zonder tabletten. En daar iedere keer bij hem met tabletten. Omdat ik toch iedere keer die angst had van, ja, misschien doet hij me 's nachts wat aan. Dus ik durfde niet te slapen. Maar wat vind je nu dat er moet gebeuren? Wat moet er met jou gebeuren? Gewoon dat ik weer een normaal leven kan leiden zonder angst. Maar vind je dat je straf hebt verdiend? Er is iemand doodgestoken, hè? Klopt. Moet je mag daar ook niet, dat realiseer ik me ook wel heel goed. Maar omdat ik daarvoor moet boeten, vind ik nee. Voor zo'n psychopaat, nee. Je vindt dat hij het zelf heeft veroorzaakt? Ja. 100%. Ja, en de Duitse rechters zijn het daar kennelijk mee eens geweest. Want Manuela zit hier in de studio. En dat kan maar één ding betekenen, Manuela, dat je bent vrijgesproken. Dat klopt. Hoe is dat gegaan? Eigenlijk heel positief. De rechters hebben me vrijgesproken. En naar aanleiding van noodweer. Terwijl de officier van justitie wel een gevangenisstraf had geëist, hè? Dat klopt. Hij heeft een gevangenisstraf geëist van 3 jaar. Wat op zich ook niet heel veel is? Nee, absoluut niet. Het stond in principe tussen de 5 en 15 jaar voor. Maar zij heeft door alle omstandigheden en door alle bewijsstukken wat ik heb gehad, heeft ze 3 jaar geëist. En de rechters hebben dus uiteindelijk gezegd, nou, wij vinden dat er helemaal geen sprake is van schuld en je mag gaan. Klopt, ja.
Nou is het zo dat jij veel kritiek hebt gehad op de politie in Nederland, in Arnhem, die zich met deze zaak heeft beziggehouden. En je hebt gezegd van nou ja, ik heb telkens aangifte gedaan, maar is nooit op gereageerd. Maaike is nooit echt aangepakt en daardoor heeft dit alles kunnen gebeuren. Huh? Ja, dat is zo. Nou heb ik dat eens neergelegd bij de politie Gelderland Midden. Die hebben mij een officiële reactie gestuurd, ook per fax. En die zeggen van, nou ja, wij spreken dat tegen. Wij hebben wel degelijk echt alles gedaan. Huiselijk geweld heeft hoge prioriteit bij ons. Maar Manuela heeft zelf tot 3 keer toe een aangifte ingetrokken. En ja, dan wordt het natuurlijk niet makkelijker. Daar is mij absoluut niks van bekend. Ik ben regelmatig bij de Arnhemse politie geweest. Ik heb regelmatig aangifte gedaan en ik heb regelmatig 112 gebeld. Maar ze hebben gewoon eigenlijk helemaal niks voor mij betekend en ik heb geen aangiftes ingetrokken. Dat weet je zeker? Dat weet ik 100% zeker. Want het is natuurlijk wel zo dat je achteraf vaak weer naar Mike bent teruggegaan. Hè? En is het toen niet zo dat je hebt gezegd, nou ja, laat maar zitten? En... Nee, dat is niet waar. Mike heeft tegen mij gezegd dat hij zelf regelmatig contact had met de politie. En ja, dat hij dus de aangiftes heeft ingetrokken. Maar hij kan de aangiftes van jou nooit intrekken natuurlijk. Nee, maar dat heeft hij wel tegen mij gezegd. En voor de rest heb ik daar geen aandacht meer aan besteed. En heb ik gedacht van, ja Mike, je klets maar. Ik heb die aangiftes wel gedaan. Maar als de politie Gelderland Midden dit verklaart, kan niet waar zijn, zeg jij? Naar mijn weten niet. Nee. Hoe ga je er nou mee om dat jij... hoe dan ook iemand hebt doodgestoken. Iemand waarvan je toch hebt gehouden op enig moment. Dat klopt, ik heb wel van hem gehouden. Maar ja, hoe ik daarmee omga, dat wordt een hele moeilijke lange weg. En ik ga daar ook psychologische hulp bij zoeken. Dat is toch een trauma? Ja, ja. En dat moet gewoon een plekje krijgen. En zover is dat nog niet? Nee, nee, zeker niet. Nee. Wat jou is gebeurd, zie je bij veel meer vrouwen. Hè? Ze worden bedreigd, mishandeld, geïntimideerd door hun man of vriend. Maar gaan toch telkens weer bij hem terug. Wat zou jij nou tegen vrouwen willen zeggen die in zo'n situatie zitten? Probeer heel sterk te blijven. En probeer alle contact te vermijden. Want maar dat is natuurlijk heel moeilijk, ja, hè? Want dat deed Mike ook. Die zocht jou telkens weer op. Ja, dat is mij dus niet gelukt. Maar dat is wel heel belangrijk. Want zodra je weer contact gaat zoeken, hebben ze weer een deurtje wat open is. En dat geeft zo iemand weer hoop. En dat maakt het juist extra moeilijk. Dus dat ten koste van alles vermijden? Ja. En geen aangiftes intrekken? Nee. Goed, dankjewel voor je komst naar de studio. En ik hoop dat het verder goed met je gaat. Dank u wel. Zometeen het vervolg op onze JFK-marathon-uitzending van een paar weken geleden. Het relaas van James Files, die beweert dat hij Kennedy in Dallas heeft doodgeschoten, riep veel reacties op. Is James Files de dader of is hij een fantast? Er waren deskundigen die beweerden dat zijn verhaal over de aanslag en de afgevuurde fatale kogel niet kon kloppen. Wij namen de proef op de som. Kun je een huls beetpakken nadat er net een kogel mee is afgevuurd? En kan je er met je tanden in bijten? Blijf kijken, dan ziet u zometeen het antwoord. Een dikke maand geleden beweerde James Files in onze uitzending over de moord op John F. Kennedy dat hij het fatale schot heeft gelost. Zijn verhaal leidde tot verbijstering, geloof en ongeloof en een aantal kritische vragen. Kan het technisch gezien allemaal wel wat hij verklaart, vroeg menigeen zich af. Waar twijfels over het moordwapen dat hij gebruikt zou hebben. Het ging om zo'n Fireball XP-100. Niet geschikt voor een liquidatie, werd er gezegd. En het verhaal van Files dat hij na het schot de huls direct opraapte en in zijn mond stak, kon ook niet kloppen. Want die is dan gloeiend heet, zei een andere deskundige. Snijdt dat hout? Is Files een fantast in plaats van de dader? Er zat maar één ding op. Het zelf proberen. Het ANP-nieuws van 11 uur. Aart Langeberg, goedemorgen. De Amerikaanse maffia en de geheime dienst CIA hebben de moord op president Kennedy beraamd. Dat is de conclusie van een documentaire over de moord op Kennedy van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het fatale schot zou zijn gelost door James Files en niet Lee Harvey Oswald, zoals in de geschiedenisboeken staat. De Vries laat Files uitgebreid aan het woord in de documentaire.
Meer dan 42 jaar na dato zorgt onze avondvullende uitzending over de moord op John F. Kennedy voor rumoer in de vaderlandse pers. Voor zijn meest spraakmakende uitzending ooit stort Peter zich op de moord op JFK en komt met opzienbare feiten op de proppen. Nu heeft de succesvolle misdaadverslaggever zichzelf op deze wereldschokkende moordaanslag gestort. Met de uitzending is de discussie over wie Kennedy nu werkelijk heeft vermoord nieuw leven ingeblazen. Bijna 1 miljoen mensen keken van 9:30 tot 12:00 naar de reportage. Was het Lee Harvey Oswald die met 3 schoten vanaf de 5e verdieping van dit schoolboekenmagazijn de aanslag in zijn eentje zou hebben gepleegd? Of was het James Files die in opdracht van loesje maffiafiguren en met medewerking van de CIA vanaf deze grasheuvel het fatale hoofdschot loste? Kennedy-onderzoeker Wim Dankbaar, die James Files persoonlijk interviewde in de streng beveiligde gevangenis waar hij momenteel zijn dagen slijt, is overtuigd van het laatste. Voor we naar Dallas vertrokken, lazen we honderden artikelen, boeken en websites en bekeken we buitenlandse documentaires en spraken en mailden met tientallen betrokkenen achter de schermen. En aan het einde van een meer dan 2,5 uur durende reportage, gemaakt op de plaats delict, Dealey Plaza in Dallas, is de conclusie gerechtvaardigd dat in ieder geval Lee Harvey Oswald het niet in zijn eentje gedaan kan hebben, als hij überhaupt al heeft geschoten. Onze reportage riep ook veel reacties op van columnisten. Sommigen lovend, anderen juist kritisch. Enkele van hen wisten te melden dat er niets nieuws in de reportage zat. We hebben overigens ook nooit beweerd dat ons programma de wereldprimeur van de oplossing bracht. Wel hebben we gesteld dat nimmer in Nederland zo'n compleet beeld van het meest geruchtmakende misdrijf aller tijden was gepresenteerd. En het feit dat bepaalde details of beelden ooit wel eens op internet hebben gestaan of er snippet her en der in de internationale pers verschenen waren, wil natuurlijk nog niet zeggen dat de reportage oud nieuws was. Punt was nu juist ook dat veel van die zogenaamde oude bevindingen tot nu toe werden doodgezwegen. De documentaire volgt het al 10 jaar durende onderzoek van de Nederlander Wim Dankbaar, waardoor een zo compleet mogelijk beeld van de hele affaire kon worden geschetst. Iets dat Francisco van Jolen in het VARA-programma De Leugen Regeert niet echt lijkt te hebben begrepen. En de spectaculaire onthullingen stapelden zich op, maar een paar opvallende aanwijzingen bleven onderbelicht. Bijvoorbeeld dat al die speculaties en verklaringen op zich helemaal niet nieuw zijn. Ze zijn een paar jaar geleden bijeengebracht in de zoveelste complottheorie door juist die Nederlander, Wim Dankbaar, waar de Vries voor dit programma mee samenwerkte. Dan was er nog dit interview met Amerika-deskundige Maarten van Rossum in de gratis krant Metro. Van Rossum, een aanhanger van de officiële overheidsvisie dat Oswald de moord in zijn eentje moet hebben gepleegd, betoogde dat onze bevindingen onzinnig waren. Het artikel eindigt met de korte mededeling dat Peter niet wenst te reageren. Maar Van Rossum trok zijn conclusies over onze reportage nog zonder die gezien te hebben. Dat geeft hij zelfs toe in ditzelfde artikel. Toen dit Peter werd voorgehouden, zei hij slechts dat hij alleen de discussie wilde aangaan als de Amerika-deskundige eerst de moeite nam om ook te kijken, zodat hij weet waarover het gaat. Op Dealey Plaza spraken we met iemand die duidelijk meer autoriteit heeft dan Van Rossum als het gaat om de moord op Kennedy. Het is fotodeskundige Robert Groden, die in talloze rechtszaken als getuigendeskundige optrad, een dozijn boeken schreef over de aanslag, enkele bekende Kennedy-documentaires op zijn naam heeft staan en in de jaren 70 de befaamde Zapruder-film in de openbaarheid wist te brengen. En wat zegt deze deskundige op het scenario van Wim Dankbaar dat James Files de schutter is?
I think that the James Files story is probably true. And the reason why I believe it's true is because the government refuses to investigate it. Here we have a story with a man who tells a great deal that is provable, and the government will not investigate his story. What would it take to give him a lie detector test to find out if he's telling the truth? Nothing. De uitzending leidde ook tot een stortvloed aan post op onze redactie. De eerste dagen kwamen er ongeveer 400 mailtjes binnen van kijkers. Een aantal schrijvers vroeg zich af of Files geen spijt heeft betuigd van zijn daad. Dat is een bel gevraagd, maar zat niet in de uitzending. Hij zegt daar het volgende over. For many years, no, I wasn't. But as the time goes by, I'm not saying remorseful for shooting Kennedy. Maybe I'm more remorseful for how it affected this country and for the things it's done. Maybe John F. Kennedy did do some good things for this country. I'm not really sure. But I got a lot of remorse for a lot of things that I've done. But that's for the simple reason I've got my life turned around a little bit, so I can't be as hard as I used to be. I try to have a lot of compassion for my fellow man. But for John F. Kennedy, gotta be honest, yeah, let's say I got a little remorse there for him because, not specifically maybe him, but like for his family, for the kids and all. But at the time when we acted, I felt that I was right in what we were doing. Verder vroegen veel mensen zich af hoe het kan dat Files na de moord bij zijn auto aankwam en dat daar handlangers Nicoletti en Roselli al op hem zaten te wachten. Dit kan echter juist heel goed kloppen. Hier stond Files naar zijn zeggen en vanuit dit gebouw zou Nicoletti hebben geschoten. Files stelt dat hij zijn auto had geparkeerd vlakbij dit zogenoemde Deltex-gebouw, en dat is dus veel dichter bij de locatie waar Nicoletti zou hebben gestaan. Anderen vroegen zich af waarom Files zijn schokkende verhaal überhaupt op camera wilde vertellen. Al in 1980 kwam toenmalig FBI-agent Zack Shelton Files op het spoor. Via een informant had hij gehoord dat Files bij een bezoek aan Dallas in de jaren eens had geroepen: als de Amerikanen wisten wat hier werkelijk was gebeurd, dan konden ze dat niet aan. Vanaf dat moment is Shelton geïnteresseerd geraakt in deze Files. 26 jaar geleden dus al. Na jarenlange omzichtige opbouw van een vertrouwensrelatie leidde dat begin jaren 90 tot een gearrangeerde ontmoeting tussen een Amerikaanse journalist en Files. Toen wilde Files zijn hele verhaal echter nog niet vertellen. Het heeft weer meer dan 10 jaar van contacten leggen en winnen van vertrouwen gekost, tot Wim Dankbaar eindelijk in 2003 wel het hele verhaal uit hem kreeg. Files wilde het aanvankelijk niet omdat sommige andere betrokkenen toen nog in leven waren. I'm not going to give anybody up. I'm not going to put nobody in prison. I have never went to court and testified against anybody. Ook is er discussie ontstaan over het type kogel dat Files zegt te hebben gebruikt. Hij heeft het over een kwikgeladen kogel die, als er iets wordt geraakt, uiteenspat alsof het een explosie is. Kwik zou vanwege de chemische eigenschappen moeilijk, zo niet onmogelijk, voor dit doel gebruikt kunnen zijn, stelden enkele deskundigen. Maar de Amerikaanse expert David Mantic, een doctorandus in de radiologie en Kennedy-deskundige, heeft deze röntgenfoto's van Kennedy's schedel bestudeerd in het Nationale Archief van de Verenigde Staten. Hij concludeert dat er op de afbeeldingen metaaldeeltjes te zien zijn die het meest lijken op kwik. Voormalig scherpschutter Greg Roberts, die een boek over de Kennedy-zaak schreef, stelt dat het gebruik van kwikgeladen kogels in de jaren 60 bekend was. Bovendien werd in 1904 al deze Russische generaal Bobrikov neergeschoten met een kwikgeladen kogel. Ook riep de verklaring van Files over hoe hij met dit wapen ogenschijnlijk eenvoudig met een enkel schot Kennedy vol in het hoofd raakte de vraag op of dit wel zo eenvoudig was. This particular piece of sub is very accurate. Very accurate. It's up to 100 yards.
At 100 feet, I'm talking about where you're shooting now, from the grassy knoll down to the highway to the street there, we're talking roughly 30, 35 yards. We're only talking 100 feet. This is like shooting fish in a barrel. En de verklaring over wat hij na de moord deed met de huls van de bewuste kogel leidde tot veel reacties. I did something I shouldn't have done, but I did do it. I took the shell casing, I bit down on it. I took it out and I looked at it and I set it on the stocky fence. And there was an indentation from my teeth on the shell casing on the ridge by the orifice. And I left it sitting on the stocky fence there. Veel mensen geloofden dit verhaal van Files niet. De hul zou veel te heet zijn om direct na een schot op te pakken en op te bijten. En bovendien veel te hard zijn om er met je tanden een deuk in te krijgen. Ook waren er kijkers die twijfelden of de fireball wel zo'n geschikt wapen is voor een liquidatie. Documentairemaker Ton Rosenboom uit Etten-Leur bezit een van de weinige fireballs in Nederland. Hij ziet er nog steeds modern uit. Hij maakte na onze uitzending de DVD I Shot JFK. Met erop het complete interview dat Wim dankbaar had met James Files. We mogen op een schietbaan het bijzondere wapen uitproberen. Wapendeskundige Jos Oostveen uit Den Bosch begeleidt de test. Nou, dit is hem dan. Dit is een echte fireball. Dit is het soort wapen waarmee James Files het zogenaamde headshot zou hebben gelost. Ik vind het een verrassend klein wapen. Wel heel handig. Je kan hem zo onder je jas stoppen. Het is niet dat je met een enorm geweer loopt te sjouwen. En nou, we gaan nu eens even kijken wat er gebeurt als je daarmee schiet. En hoe heet de huls wordt. En of je erop kan bijten. Wil jij hem laden? Ja. We schieten op een afstand die ongeveer gelijk is aan de afstand die James Files ook moest overbruggen met zijn wapen. Van achter de picket fence tot aan de wagen waar Kennedy in zat. Zo doet hij het. Even aan de veiligheid denken. Ja. Nou, hij moet het nu doen. Ik kan hem zo neerleggen. Ogenblik, denk even aan beroepsschermers. Dat is nooit weg. Nou, een behoorlijk schot. Dan gaan we hem even ontgrendelen. Nou, pak hem maar op, Wim. Dat is inderdaad niet heet. Een beetje lauw misschien. Je kan ook goed op bijten. Kijk, dat lijkt ook heel goed. Of hij heet, niet heet is. Nee, hij is inderdaad niet heet. Dus het verhaal dat je deze huls niet in je mond kan stoppen omdat je dan je mond zou branden, dat is hiermee wel ontzenuwd. En je hebt ook een stevige bijt, zie ik wel. Ja, laat hem even zien. Kijk, lijkt er heel erg op. Dan komen we bij een ander punt. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, dit is een te klein wapen, niet geschikt om een liquidatie mee te plegen. Wat is uw oordeel als wapendeskundige? Is dit, als je op locatie bent en je moet iemand vanaf een meter of 25, 30 door zijn hoofd schieten, is dit dan een wapen waarvan je zegt, ja, dat kan je heel goed gebruiken? Of zegt u van, nou, dat vind ik heel onwaarschijnlijk, zou ik nooit nemen? Nee, ik ben van mening dat de wapen zich daar uitstekend voor leent. Ja? Ja. Gezien de karakteristieken van het kaliber en de relatief korte afstand, is dat heel goed denkbaar. Je kan hier precies mee schieten? Jazeker, heel nauwkeurig. Hoe nauwkeurig? Dan moet je denken aan groepen kleiner dan 1,5-2 centimeter op 100 meter. En zelfs op 200 meter is dat mogelijk. Is de afwijking 1,5 centimeter? Dat is uiterst gering. Dus het verhaal van James Files dat hij op die afstand echt precies de president in het vizier had en dat hij wist dat hij hem zou raken, dat is heel waarschijnlijk. Met een kijker op dit wapen is dat heel wel denkbaar. Ja. Nou, dit is wat je noemt een headshot, hè? Als u zo'n job zou moeten doen, zou het mogelijk zijn dat u ook dit wapen kiest? Het zou een goede keuze zijn, ja. Bij ons in de studio is Wim Dankbaar, de man die al meer dan 10 jaar research doet naar de moord op Kennedy. Met wie wij samen ook naar Dallas zijn geweest.
Dag Wim, goedenavond. Was jij nou verbaasd over de skepsis die de verklaring van James Files opriep? Nou, ik vraag me af of er zoveel skepsis was. Maar het commentaar wat over het algemeen werd gegeven, kwam van de sceptici. En eigenlijk ben ik daar niet zo verbaasd over. Want ja, het is geen headline nieuws in Amerika. En we zijn jarenlang opgevoed met het idee dat de Kennedy-moord een zwart gat is waar we nooit meer uitkomen. En dan is er een onbekende Nederlander die de dader presenteert. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat skepsis veroorzaakt in eerste instantie. Ja, nou zag je ook in Nederland dat figuren als professor Van Rossum nog voordat ons programma was uitgezonden het al afkraakten en zeiden dat kan niet kloppen. Hoe verklaar je dat? Ja, ik kan niet voor Maarten Van Rossum spreken. Ja, misschien ziet hij zichzelf als een nuchtere Nederlander en klopt het niet met zijn zelfbeeld om het dan over samenzweringstheorieën te hebben. Ja, maar Kennedy-zaak is typisch zo'n affaire waarbij sprake is van kampen die de stellingen betrekken en eigenlijk niet willen geloven wat de ander brengt. Maakt niet uit wat hij brengt. Precies, ja, als je eenmaal stelling hebt ingenomen, dan ben je daar moeilijk meer vanaf te brengen. Wat dat betreft was wel opvallend dat Van Rossum nog steeds zegt dat Lee Harvey Oswald het alleen gedaan zou hebben. Ja. Ik denk dat iedereen die jouw uitzending heeft gezien daar wel van overtuigd is dat dat niet het geval kan zijn. Ja, er zijn niet veel mensen meer die dat nog alleen maar geloven. Ja. Nu blijkt dat alles wat James Files over dit wapen heeft gezegd, dat gewoon klopt, hè? En ook zijn verhaal dat hij een kogel gevuld met kwik heeft afgevuurd ondervindt nu ondersteuning. Maar is er nou wel eens ooit een moment geweest dat jij hebt geconstateerd dat er in het verhaal van James Files iets zat waarvan je zei, hé, dat klopt niet. Dat kan niet juist zijn. Is dat wel eens gebeurd? Of ben je daar wel eens op gewezen? Nou, er zijn heel veel dingen geweest waarvan ik in eerste instantie dacht van dat lijkt onwaarschijnlijk of dat is moeilijk kloppend te maken. Maar het is juist een proces geweest van al dat soort dingen onderzoeken. En dan kom je erachter dat puntje bij paaltje blijkt het toch te kloppen. Ja, want hij vertelt een heel gedetailleerd verhaal. Je zou ook kunnen zeggen, als je zoveel details in je verhaal stopt, dan loop je een groot risico, hè? Want dan kan het juist op die details onderuit gehaald worden. Ja. En veel van die details klinken ook op het eerste gezicht onwaarschijnlijk. Maar ja, een goede leugenaar die neemt niet het risico om onwaarschijnlijke details in zijn verhaal te mixen. Wat is jouw volgende stap in deze zaak? Het boek en de dvd naar het buitenland marketen. Is daar belangstelling voor? Wil men dat wel horen van die man achter de dijken? Naar het zich laten aanzien wel, ja. Ja, veel, De moord op John F. Kennedy is opgelost, wat jou betreft? Nou, wat mij betreft is het wel opgelost dat de dader die het schot van de Krasheuvel loste, dat James Files is geweest. De opdrachtgevers, daar zijn we nog niet helemaal uit wie er nou achter zaten. Maar James Files is de schutter en in die zin is de zaak opgelost? Ja. Oké, dankjewel. Of iedereen zou willen geloven dat de beroemdste moord aller tijden is opgelost, betwijfel ik. Maar wat ik wel weet is dat Wim Dankbaar de mogelijkheid dat Files inderdaad de schutter is met verklaringen, feitelijke omstandigheden, reconstructies en een gedetailleerde bekentenis heeft aangetoond. En dat de mensen die zeggen dat Files de dader niet kan zijn, daarvoor feitelijk niets aandragen dat zijn verhaal onderuit haalt. Tot nu toe tenminste. Misschien dat iemand die uitdaging eens serieus aandurft te gaan. Dit was onze laatste uitzending van dit tv-seizoen. Na de reclame ziet u een korte terugblik van enerverende dossiers en speciale momenten. Tot zometeen. Ja, met deze uitzending zit er weer een turbulent tv-seizoen op. Een seizoen met onthullende, ontroerende reportages, waarvoor we soms letterlijk de hele wereld overreisden. Reportages met informatie die onthulde wat justitie en onderwereld probeerden te verbergen, maar wat u volgens ons toch moest weten. En die het Haagse Binnenhof soms deed trillen op zijn grondvesten. Kijkt u naar een korte terugblik.
beestachtig moord, waarbij het slachtoffer heeft gevochten als een tijger voor haar leven. And imagine you're here. Did it all seem so hopeless? Given the chance, I would. Was dat in haar hals? Nee. Give me, I didn't do a thing to make you stay. I didn't say you were to make you stay. If I would have known, could I have tried to make it easier? But I didn't do a thing or say you were one word. Mark Nieuwe, jij komt niet meer in je werk. Neem over mij, man. Tel eens als je beter bent, dan stop je weer in de deur. I'm obsessive when just when thought of you comes up. And I'm aggressive just when thought I'm close enough. You got me stressing, incessantly pressing the issue. Cause every moment gone, you know I miss you. S-O-S, please someone help me. Nee, het wordt niet moeilijk, maar jullie liegen. Snap je? Nou, dat zullen we wel eens zien. Hey, how you feel that you killed my daughter? How you feel about it? Are you living a free man? I let the judges frown, cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you blind, and I knew I had won. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew it. Denk jij nog wel eens aan Debbie Williams? Maak ons leven kapot, jongen. Je hebt je eigen leven kapot gemaakt, ik niet. Jij hebt iemand vermoord. Jij hebt een leven kapot gemaakt, het leven van Debbie. You have been the one for me. Van steek je vinger er eens in. Doet het pijn? Dat soort dingen vraag jij. Ja, nou, je doet wat meer gek op die tot in. Oh, nou doe je ineens gek. Jij bent degene die hem erin heeft geluisterd, of niet? Nou, moet je uitkijken wat je zegt, want anders... Wat? Ja, nou moet je uitkijken wat je zegt. Wat zou je doen dan? I'm not trying to hide.
denk je dat Linda de opdrachtgever is? En vermoedelijk Dirk de moordenaar. En op, zoals het nu gaat, heb ik zelfs het idee dat Sjaak er ook mee te maken heeft. Ja? Moeilijker om een gemiddelde verrassing van Center Parks op te komen als dat je bij de corridor binnenkomt. Kijk, daar is hij weer. Nou, verder nog wat Centex. Kastje open, kastje dicht. Opdracht geslaagd. Ik kom iets terugbrengen wat jij verloren bent. Ken je deze floppies? I shoot her, I can put it in a suitcase and leave. I took the shot. I fired one shot only. Ja, en hiermee zit het er echt op voor vanavond en voor dit seizoen. Bedankt dat u steeds heeft gekeken en bedankt ook voor uw steun en tips in alle zaken die dat zo hard nodig hebben. Deze zomer staat alles even op een iets lager pitje en gaan we ook even met vakantie. In het najaar kunt u weer nieuwe, bijzondere, spectaculaire dossiers van ons verwachten. Ik wens u een hete zomer en een koel hoofd. Tot ziens. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en van de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf.